Alleen maar voor geld heb je zoveel mensen eigenlijk mishandeld, zweepslag gegeven. Ik kan er niks echt iets aan doen, maar het is wel verschrikkelijk dat dat is gebeurd. Kinderen en jongeren vinden het onderwerp slavernij belangrijk en willen er graag meer over weten. Dat blijkt uit onderzoek van de Kindercorrespondent. Honderden kinderen en jongeren vulden een vragenlijst in. Ik vind dat het heel belangrijk is. Dat onderzoek vond ik ook gewoon leuk om te doen. En ja, ik wil er heel veel meer over weten. Ik vind het wel belangrijk dat er zeg maar meer over wordt geleerd. En daar moet ook meer aan gedaan worden. Ik denk dat we meer over de slavernijverleden kunnen leren. Want het heeft ook nu een impact op de wereld. 90% van alle kinderen en jongeren vindt het onderwerp slavernij belangrijk of heel belangrijk. En 80% wil er meer over weten of leren. Alleen in groep 6 wordt er over geleerd en voor de rest niet echt. Dus ik vind het eigenlijk belangrijk dat er in groep 7 en 8 ook meer over wordt geleerd. Ik denk dat we op school er meer over kunnen leren. Net als over de Tweede Wereldoorlog, dat we het meer uitgebreider gaan doen. Want het is echt een heel groot onderdeel van ons verleden. Ook kinderen en jongeren in Caribisch Nederland beantwoorden de vragen. Zoals hier op Curaçao. Op de basisschool heb ik geleerd over hoe het is begonnen en hoe ze zijn gekomen naar Curaçao. En hoe het is geëindigd, maar voor de rest heb ik niet superveel gehad. Een klein beetje op de middelbare school. Ik vind wel dat we meer lessen moeten krijgen. Er zijn nog landhuizen. Het heeft altijd die gele kleur zo. Er zijn heel veel van de bouw. Ik zou graag willen weten hoe die mensen voelden en hoe hard die werk was. Het onderwerp is dus belangrijk, maar toch praten de meeste kinderen, 65%, buitenschool nooit over slavernij. Ik denk wel dat er meer over gepraat moet worden, over slavernij. Ik vind eigenlijk wel dat, dat kinderen ook hun eigen mening mogen geven. Zeker omdat slavernij een groot deel heeft uitgemaakt in de geschiedenis. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we allemaal heel geïnformeerd zijn erover. Zodat we weten wat we zeggen, waarover we praten. En dat we gewoon de jongeren erover kunnen leren, dat hun ook weten wat gebeurt in de wereld. Meer dan de helft van alle kinderen en jongeren, 60%, schaamt zich een beetje of heel erg voor deze geschiedenis. Ik snap het wel, dat ze ervoor schamen. Nu ik in Nederland woon, weet ik wel dat mijn familie, dat die in Suriname wonen, niet zoveel geld hebben dan ons. Ik ben eigenlijk echt heel slecht, dus sowieso moet je het sowieso serieus nemen. Premier Rutte bood vorig jaar excuses aan voor het Nederlandse slavernijverleden. Eeuwenlang zijn in naam van de Nederlandse staat mensen tot handelswaar gemaakt, uitgebuit en mishandeld. Daarvoor bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan. Ruim de helft van alle kinderen en jongeren, 60%, vindt de excuses belangrijk, maar ook een beetje gek. Ik vind het wel goed dat het is gebeurd, alleen een beetje te laat. Ik vind goed dat hij sorry heeft gezegd. Nog steeds kan hij er niks aan doen, want hij leefde niet 200 jaar geleden. Maar nu omdat hij president is, vind ik het wel goed van hem dat hij sorry heeft gezegd. We appreciëren het wel als land en als culturen, verschillende culturen, dat hij wel zijn excuses heeft gebied. En dan is er ook nog discussie over de gouden koets van de koning, waar afbeeldingen op staan van tot slaafgemaakte. 70% van alle kinderen en jongeren vindt dat de gouden koets gewoon mag blijven. Je mag er gewoon in rijden, volgens mij eigenlijk. Ik vind wel dat het mag blijven. Het heeft, je ziet de plaatjes erop. Want het laat zien dat de slaven dat hebben gemaakt. En dat we weten hoe erg het slavernij was.